Aan tafel Huub Stapel. Dag Paul. Groot acteur. Mensenmens. 1,73 meter. Ja, dat meen je niet. Ja. Maar je kan, jij kan ook boos worden om dingen, hè? Dat heb ik wel eens gemerkt. Deze situatie zegt net maar dat we hier moeten zitten. Omdat we deze actie moeten houden. Eigenlijk belachelijk. Dat je niet zeker weet of de minister van Cultuur langskomt, is natuurlijk echt dat is bijna een godspe, zou ik zeggen. Ja, maar ik denk dat zij nu pas inschat de belangrijkheid van deze actie. Maar het is toch heel vreemd? Ja, want je zei net toen Rob Jetten hier zat dat de 6 miljard investering 26 miljard oplevert. Maar je hoeft toch aan niemand in Nederland uit te leggen dat toeristen hier niet naartoe komen voor de hoogovers en de schoorstenen van DSM. Althans, ik ken ze niet. Ik ken ze ook niet. Ik vind het ook zo mal dat er steeds wordt gesproken over cultuur is links of rechts. Volgens mij is cultuur gewoon links, rechts, boven, beneden en achter en voor en zwart en wit. Cultuur ja, maar dat, zo, ik denk dat cultuur nog nooit wordt bedacht. Dat cultuur, zoals we net eerder op deze ochtend hadden, iemand zei, ja, ik ben niet van cultuur, ik kijk liever Netflix. Alsof Netflix geen cultuur is. Dat werd net tussen 10 en 11 werd het verteld. Hoe sta jij erin? Hoe sta jij op dit moment in de cultuur? Ik moet even, er is iets gevallen, oprapen. Doe. Hoe sta je in de cultuur? Nou ja, ik was onderweg naar Winschoten, om het maar eens heel praktisch te nemen. En toen hoorde ik dat de voorstelling was afgeblazen. Welke voorstelling was het? Het huwelijk. Een one-man-show. Dat was ik aan het doen. Ik moest er nog 15. En zou dat dit seizoen weer 70 doen. En nou, dat is allemaal tot nader order uitgesteld. Ja. En had je nog drama? Zou je nog spelen in een tv-film? Flikker Rotterdam, zou dat nog doorgaan? Flikker Rotterdam zou dit jaar niet doorgaan, maar gaat volgend jaar door. Ik heb een van de grote rollen in Undercover, de film, wat ik heel leuk vind. Ik ga een documentaire maken, Langs de Maas. Dat heb je al een seizoen van achter de rug, volgens mij. Of Langs de Rijn? Of, langs de Rijn, heb ik gedaan. Sorry, en nu gaan we Langs de Maas maken. Dat is mooi. Ja. Beetje voorspelbaar ook. Heel voorspelbaar. Maar heel erg leuk. Ja, het is een mooie serie, dus dat ga je ook doen. Dat gaat allemaal wel door. Dat gaat allemaal door. Ja. Ja, maar dat kun je met z'n zessen doen natuurlijk, hè? Ja. Ja, als ik, hoe sta je in cultuur? Ik heb het gisteren geprobeerd uit te leggen aan een vriend van me. Ik zei tegen hem, stel je voor, je zit in een witte kamer. Er hangt helemaal niets aan de muur. Je hebt ook geen kleren aan, want kleding moet ook ontworpen worden. Dat is ook cultuur. Je hebt geen muziek, geen boek, geen film, geen tv. Je hebt helemaal niks. En dat moet je 5 dagen volhouden. Ik denk dat je na 6 uur dat je zelfmoord wil plegen. Je beseft niet hoeveel cultuur er om je heen is. Om je heen is. Dat snappen mensen niet. En daarom begint iedereen zo slap te lullen over links en rechts. En Halve Zoolstra heeft natuurlijk in 2010 meer kapot gemaakt dan ons alle lief is. Ja. Maar wat ik vooral niet snap is dat een partij zoals de VVD, wat ooit cultuurhoeders waren, hè, van Riel en Bolkestein en zo, dat helemaal is weggegaan naar nota bene Bloemencorso of zo. Die moeten ook subsidie hebben. Ja, zijn meneer Aartsen. Het belang is er niet. Ja, het belang is, want kijk, dat mensen zo denken, zoals die meneer zei van ja, ik hou niet van cultuur, ik kijk liever Netflix. Ja. Maar dan zou je bij de politiek denken dat ze iets meer inzicht hebben. Ja, ik vrees met grote vrees. Want niemand in Den Haag durft zich daar blijkbaar de handen aan te branden. Het lijkt een heel heikel thema te zijn. Ja. Terwijl als mensen, afgelopen week was Amsterdam op televisie. De week daarvoor Flodder. 2 dagen daarvoor De Lift. Je zegt toch niet tegen mensen, alleen linkse mensen mogen kijken? Dat is toch gewoon voor iedereen. Ja. Het is te zot voor woorden. Ja. Maar ja, wat jij net omschrijft, dat als je bent naakt bent en je hebt geen kleding, je hebt geen muziek, geen boeken, geen verpozing, dan is er echt helemaal niks. Dan is er niks. Nee. Dus dan, als je geen cultuur hebt, is er niets. En de woorden van Herman Cenk Willink afgelopen zondag in Buitenhof spraken mij zeer aan. Maar hij reciteerde Ramzi Nasser, een collega-acteur, die dat een paar weken eerder had gezegd. Gezondheidszorg en onderwijs en cultuur, dat zijn de fundamenten van een samenleving en geen ornamenten. En als je dat niet begrijpt, ja, dan begrijp je inderdaad dat wat het kabinetsbeleid is geweest van de afgelopen 3 kabinetten Rutte. Want die zijn niet goed geweest voor de gezondheidszorg. Ik vind het eigenlijk verbijsterend. Ik ben zo verbaasd over de populariteit van Rutte. Half jaar geleden hebben ze alle verplegers van het Binnenhof gejaagd. De hele gezondheidszorg kwam om een paar centen meer vragen. En die zijn met pek en veren de stad uitgejaagd. En nu staat datzelfde hypocriete kabinet staat voor ze te klappen. Dat is eigenlijk schandalig. Ja, maar het is wel crisis. En in crisis dan ben je blij met iemand die probeert de dingen nog bij de mensen bij elkaar te houden. Ja, absoluut. Maar je hebt wel gelijk. Maar ik begreep ook wel dat na de coronatijd zou erop teruggekeken worden. Natuurlijk rond de verkiezingstijd. Wat allemaal is misgegaan in de gezondheidszorg. Maar ook dus met cultuur. Alleen ik ben bang dat de verkiezingstijd te laat is. Dat er dan al zoveel mensen zijn gevallen. Dan zijn er een hoop verzopen. Ja. Nou, onderwijs. Als kinderen op school komen, leren ze ademen. Kinderen ademen verkeerd.
Als je kinderen leert ademen, als ze binnenkomen op school, dan bespaar je later in de gezondheidszorg 10, 20, 30 miljard. Als je ze dan ook nog één keer per week voor de klas zet en een verhaaltje laat vertellen, dan leren ze spreken in het openbaar. Dat moet je gewoon één keer in de week doen. Ja. Dat doen ze in alle buitenlanden. In Nederland is dat geen usance. Nee. Een dansje maken, muziekje, dat is op veel scholen is dat wegbezuinigd. Ja. Nou, ik kwam gisteren een meneer tegen, die was hoog geweest bij Albert Heijn. En die zei, 3 maanden voordat ik een toespraak moest houden voor mijn mensen, en dat waren er vaak 1000 of meer, scheet ik bagger. Ik dacht, als je dat nou gewoon op school had geleerd, vanaf je 4e leerjaar, gewoon 1 keer per week voor de klas staan en een verhaaltje van liedje of iets vertellen voor papa en mama of over de vakantie. Nou, het is zo belangrijk. Hoeveel makkelijker wordt het leven? Ja, als je... ja, omdat ook vaak mensen in het vak, dat je zegt, ja, Engelse mensen praten makkelijker voor televisie, omdat ze al vanaf school wordt hun geleerd om in het openbaar te praten. Hebben ze daar geleerd? Ja. We moeten door, Huub, want er zijn nog mensen die staan te wachten. Ben ik al een kwartier aan het... Ik denk 12,5 minuut. Wil je nog tekenen namens een groep? En namens hoeveel mensen teken je? Ja, ik kan natuurlijk niet tekenen namens al die miljoenen mensen die naar mijn films hebben gekeken. Nee, dat kan niet. Nee, hè? Laat ik tekenen voor mijn clubje. Dat is heel bescheiden. Het zijn er het huwelijk. Dat zijn er een stuk of 10. Is dat goed? Ja. Kan dat? Ik bescheidenheid siert de mensen, zeker jou. Huub, ik wens je heel veel succes. Ik was fijn om je te zien. Dank je wel. En je telefoon 10 mensen. Ja, en bedankt voor je komst. Absoluut. Stapel. Dank je wel, Huub. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. En Huub gaat tekenen voor 10 mensen. Namens de voorstelling Het Huwelijk, wat volgend jaar weer op het repertoire wordt genomen. En wij gaan zo meteen weer door met nog wat gasten. En u kunt nog steeds mailen als u iets wil mailen. Dit is totale zinloze informatie, maar dan zien we ook dat Huub voor 10 mensen tekent en hij de handtekening heeft gezet. En daar zijn we hem heel erg dankbaar voor. Huub, bedankt voor het steunen. Dank je wel. Dank je wel. Cultuur in actie!